De Nieuwe Wereld wordt mede mogelijk gemaakt door ProWerners. BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Mark Beekhuis. Als je een internetcafé binnenloopt, in het begin zat er nog de helft naar blote vrouwen te kijken. Maar tegenwoordig is het toch echt bijna allemaal dat iedereen alleen gewoon op Facebook zit. I urge you to consider one more you can do to ensure universal connectivity. Close the digital divide. Wat als iedereen toegang heeft tot het internet? BNR Nieuwsradio. BNR De Nieuwe Wereld. Mark Beekhuis. Mijn oog viel op een tabel van de ITU. Dat is de VN-organisatie die zich bezighoudt met telefonie en internet. Zij houden bij hoeveel mensen een mobieltje hebben of een vaste telefoon. En in die tabel staat ook hoeveel mensen toegang hebben tot internet. En op dit ogenblik is dat ongeveer de helft van de wereld. In De Nieuwe Wereld stellen we daarom vandaag de vraag: wat als iedereen toegang heeft tot het internet? BNR De Nieuwe Wereld. De helft van de wereld heeft toegang tot internet. Maar dat getal zegt niet zoveel. De ITU splitst dat cijfer meteen al op in ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. En in het rijke deel van de wereld heeft 80% van de mensen internettoegang. In het arme deel van de wereld is dat 40%. En als je naar Sub-Sahara-Afrika kijkt, dan is het zelfs nog maar 1 op de 4 mensen. Maar ook dat getal beschrijft een fantasiewereld. Een wereld die alleen in spreadsheets bestaat. Luister naar Arne Doornbos. Hij was jarenlang correspondent in Afrika en woonde in Oeganda en Zuid-Soedan. In de meeste Afrikaanse landen heb je een hoofdstad, glimmende kantoorgebouwen, mooie straten, wifi op de terrassen. De upper class zit daar met hun iPads daar. Nee, die hebben het helemaal gemaakt. Dat is het Africa Rising, waar je dus ook als westerling snel intrapt als je daar dan rondloopt en denkt van wauw, dit is echt wat een ontwikkeling. Maar zo gauw je dus het platteland oprijdt, dan hoef je helemaal niet zo ver te rijden. En dan kom je dus alweer in enorme gebieden waar geen elektriciteit is, geen stromend water, nog gewoon huisjes. In Oeganda, waar ik gewoond heb, heeft minder dan 10% van de mensen heeft elektriciteit. Dus 90% van de mensen heeft het niet. En als maar net 1 op de 10 mensen elektriciteit heeft, hoeveel zouden er dan toegang tot internet kunnen hebben? Maar gek genoeg valt dat dan weer mee. Omdat het allemaal mobiel gaat, is daar dus een veel grotere kans om online te zijn. Dus wat je daar ziet, is dat percentages eigenlijk nergens op slaan. Want die percentages zijn fluctueel. Je betaalt in de meeste Afrikaanse landen vrijwel allemaal, betaal je dus per gebruikte megabyte. Je hebt dus ontzettend veel mensen die hebben wel op hun telefoon de mogelijkheid tot internet, maar die hebben dan geen tegoed. Dus dat zijn mensen die af en toe in de categorie wel online geregeld kunnen worden en op een ander moment weer in de categorie niet online. Of je internettoegang hebt, kan van dag tot dag verschillen, zelfs van uur tot uur. En dan blijft er toch ook nog een hele groep mensen over die nooit toegang hebben tot internet. Evengoed hebben ze vaak wel 2 mobieltjes, maar dat is geen luxe. Dat is geen patserigheid. In zekere zin is het zelfs een vorm van armoede. De meeste Afrikaanse landen zijn veel meer telefoons dan mensen. Omdat de meeste mensen ook gewoon nog eens een keertje met 2 van die dingen op zak lopen. Omdat je verschillende netwerken hebt. En de ene doet het in het ene gebied en de andere die doet het in een ander gebied. Hou dat beeld even vast. Want we springen nu naar Boedapest. Naar de jaarlijkse vergadering van de ITU. Dat is die VN-club waarin landen met elkaar praten over telefonie en over internet. Over een paar weken is de volgende. Dit is de opname van november vorig jaar. May we ask the representatives of the media to please return to their designed area. De journalisten moeten terug in hun hok. En Eva Novodomsky staat met een stapeltje cue-cards op een enorm podium. Het is dat er eigenlijk alleen maar oudere heren in het publiek zitten. Anders zou het misschien doen denken aan het Eurovisie Songfestival. Your excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to welcome you to the opening ceremony of ITU. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, kon er zelf helaas niet bij aanwezig zijn. Hij spreekt de aanwezigen daarom toe vanaf een groot videoscherm. Your Excellency, Mr. Hu Linzhao, Secretary-General of the International Telecommunication Union. Ladies and gentlemen, it is a pleasure to greet all the participants in ITU Telecom World. This annual event highlights the catalytic role of information and communication technologies in meeting global challenges and driving economic growth, social progress and sustainable development. Telefonie, internet,
ICT-technologie als katalysator voor economische groei, sociale vooruitgang en duurzame ontwikkeling. I urge you to consider one more you can do to ensure universal connectivity, close the digital divide, open doors to knowledge and ensure the full participation of women and girls in the ever-growing digital economy in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Dus op een gegeven moment zaten wij op de Mount Elgon. Dat is een fantastisch berggebied aan de grens met Kenia. Daar komen marathon Olympisch kampioenen vandaan, van die berg. En wij zaten daar met zo'n lokale jongen. Echt een lange slungel, een veehoeder. En die zei van ja, ik wil wel eens internet. Hij was toeristische gids. Hij leidde mensen rond in dat. Daarna dan had hij dus nog wat vee en wat koffie. En Arne wil die man helpen. Ze gaan samen vanaf die berg naar de grote stad in de buurt. Want om toegang te hebben tot het internet moet je daar eerst een stukje met de bus. Nou, oké, goed. Leuk, wij met hem in een busje. Gingen we dan naar het stadje. Er was dan één internetcafé. Nou, wij er naartoe. Daar is dan internet. Daar moet het gaan gebeuren. Deze man gaat een e-mailaccount krijgen. Ging allemaal super langzaam. Dus uiteindelijk hebben we ongeveer een half uur erover gedaan voordat hij bijna zijn account klaar had. En toen viel de stroom uit. Alles weg, wij daar gewoon toch 1 à 2 euro betalen. Want het was best wel duur, 1, 2 euro per uur in zo'n internetcafé in een afgelegen gebied. En weer teleurgesteld terug in het busje, waar hij losend kwijt geweest. Vervolgens vraag je dan aan je af van ja, wat heeft zo'n jongen nu precies aan dat internet? Dat is wel een goede vraag, want wat moet die man eigenlijk met een e-mailadres als hij met een bus naar de stad moet om daar misschien zijn e-mail te kunnen lezen? Maar dat is wel wat de Verenigde Naties graag zien. Maar dan moet hij dus niet alleen een e-mailaccount hebben, maar dan moet hij ook nog eens een keer een website bouwen. Je moet hem kunnen vinden. Definitely. En ik dacht nog even, hij is een gids voor toeristen. Als ik hem zou kunnen boeken via e-mail, dan is die busrit dat misschien nog wel waard ook. Nee, zegt Arne. Maar ik bedoel, deze jongen die kon namelijk ook niet typen. Ja, dan houdt alles op. Wij hebben toen ook voor hem de toetsen ingedrukt. Dus ja, stel dat het wel gelukt was, dan was het vermoedelijk toch ook een beetje een dode mus voor hem geweest. Want ja, als je ook niet kan typen. Ik bedoel, vanaf zo'n laag niveau komt een zeer groot deel van de bevolking in rurale Afrika. En ook als die man wel had kunnen typen en er was wel stroom geweest, dan nog blijft de vraag wat hij eraan heeft op internet te kunnen. Als jouw kostprijs 2 euro is per uur internet en 1 uur internet genoeg om 3 e-mails te versturen, dan moet je van zeer goede huizen komen om dat winstgevend te maken. BNR, de nieuwe wereld. En misschien moeten we ook niet meteen inzetten op toegang tot het hele internet. In een heel aantal landen in Afrika, maar bijvoorbeeld ook in Roemenië en Albanië, hebben ze geen internetbankieren zoals wij dat kennen, maar iets veel simpelers. Iets wat technisch veel simpeler is. Het is helemaal niet nieuw, dat heet M-Pesa. En daarmee kan je geld aan elkaar overmaken met sms-berichten. Voortbouwend op de eenvoud van die gedachte bouwt de Nederlandse organisatie NVU nu aan iets dat wel degelijk nieuw is. Een pensioenfonds voor Ghana. Stef van Dongen is de oprichter van die club. Denk aan een micropensioenfonds. Er zijn zo'n miljard mensen die geen oude dagvoorziening hebben. Die leven met name in sloppenwijken, informele sector. En de reden waarom die mensen niet bediend worden op dit moment is de kostenstructuur van pensioenfondsen. De traditionele pensioenfondsen zijn te hoog. Dus het is niet winstgevend. Het is verliesgevend om deze mensen te bedienen. En ze hebben een reputatie-issue. Dus ze betalen niet en bovendien zijn ze nog duur in de onderhoud ook. Ja, dan, nee, dat is geen markt. Ja. Nee, inderdaad. En daarvoor, juist voor dat soort, wij zien het als kansen, biedt dus het internet en mobiele en IT-oplossingen echt een enorme uitkomst. Wat we dus gedaan hebben met het micropensioenfonds, we beginnen nu in Ghana. We hebben een IT-oplossing ontwikkeld en een betaalsysteem dat dus hele grote getalen kleine bedragen kan handelen. En dan wordt opeens die markt wel toegankelijk. Dan heb je dus geen bankrekening nodig. Wat je heel vaak ziet in de landen waar wij werken is dat mensen geen identiteitspapier hebben, geen bankrekening, geen vaste woon- en verblijfplaats, in ieder geval geen geregistreerde woon- en verblijfplaats. En dan wordt het heel moeilijk om in de formele economie gewoon mee te doen. Terwijl als je dan gelooft dat je overtuiging is dat iedereen een talent heeft, dan laat je dus een paar miljard mensen buiten de economie. Een vergeten markt van miljarden mensen. In Ghana begint het nu klein, maar Van Dongen start pas met een project als het uiteindelijk een grote impact kan hebben. Minstens 100 miljoen mensen. Anders begint hij er niet eens aan. Nou, je moet je voorstellen, in Ghana hebben bijna 8 miljoen mensen hebben geen pensioen. Die sparen in hun oude sok.
Dat is één, onveilig. En inflatiegevoelig. Dus dat is een economisch verlies aan de ene kant. Twee, dat geld wordt niet geïnvesteerd in de lokale economie. Dat is nog eens een keer een verlies. Dus wat er gebeurt als je mensen toegang geeft, zeg maar, om hun pensioen op te gaan bouwen. Op een veilige manier. Waarin we beloven dat we de inflatie corrigeren, zeg maar. Niet veel meer dan dat. Dan bouwen mensen dus een oudagsvinding op. En aan de andere kant kunnen we investeren. Dat geld wat nu eigenlijk onder de radar blijft, kunnen we investeren in de economie. Relatief simpele techniek. Daar kom je een heel eind mee, als je wilt. En tot nu toe hebben we het over internet in landen en op plekken waar het eigenlijk heel lastig is. Maar ik denk dat we met internet en mobiel in Nederland en Europa liggen ook nog enorme kansen die gewoon al niet benut worden. Wat als iedereen toegang heeft tot internet? Iedereen. Ook in Nederland. Daar ga je zo meer over horen in De Nieuwe Wereld. BNR Nieuwsradio. BNR De Nieuwe Wereld. Wat als iedereen toegang heeft tot internet? Er zijn nu sinds het begin van het conflict 900 doden. Maar op WhatsApp hebben ze gezegd misschien 1 miljoen doden. Want het zijn alleen maar informatie dat niemand heeft bevestigd. Vervolgens vraag je dan aan je af van wat heeft zo'n jongen nu precies aan dat internet? BNR Nieuwsradio. Wat als iedereen toegang heeft tot het internet? Tot nu toe speelt dit programma zich voor een groot stuk af in Afrika. We hoorden net Stefan Dongen, de oprichter en CEO van NVU. Een organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking. En we hoorden hem al even over projecten in Afrika, maar lang niet alles wat zij doen speelt in Afrika. Er loopt nu ook een project in Rotterdam. Ik denk dat we met internet en mobiel in Nederland en Europa er liggen ook nog enorme kansen die gewoon al niet benut worden. Wij zijn nu bezig in Rotterdam met een microfranchise-concept. Kun je mensen die naar werk zoeken, die zijn eigenlijk allemaal op zoek naar een vaste baan. Want dat moet namelijk van de gemeente en van de overheid. Maar die zijn er niet, of die zijn er steeds minder. Terwijl die mensen, al die mensen hebben een talent. En al die mensen dus kunnen iets, een taak uitvoeren en willen werken. Want dat is ook zo'n dogma dat mensen niet willen werken. Nou, we zitten er nu middenin, mensen willen werken. Het willen relevant zijn in de samenleving. En daar dus het kunnen selecteren, het kunnen werven en selecteren van de juiste mensen op de juiste vraag. Dus taakgerichte dienstverlening, iedereen kan auto wassen, iedereen kan schilderen. Nu ontbreekt het van de meest een efficiënte en effectieve matchmaking. Nou, daar is internet, oplossingen zijn daar ook een enorme uitkomst. Eigenlijk wat jullie doen in Ghana en in Kenia, maar dan gewoon in Rotterdam. Juist, ja. Dat we hebben onze learnings mee naar Nederland genomen. Van de afgelopen 15 jaar. Ja. Kennis die door een Nederlandse organisatie is opgedaan in landen als Kenia en Ghana, die nu wordt toegepast in ons eigen land. Maar meestal gaat het natuurlijk toch andersom. Laten wij graag aan andere landen zien hoe wij het aanpakken, hoe dat bij ons uitwerkt en waarom we daar trots op zijn. Of is dat wel zo? Misschien laat een voorbeeld uit Burundi wel zien dat iets wat bij ons helemaal uit de hand kan lopen, daar juist goed gaat. Dat gaat om discussies op het internet. Maar eerst even Burundi zelf, dat land in Centraal-Afrika. 1,5 jaar geleden werd daar een staatsgreep gepleegd, die mislukte. En wat regeringen dan doen is de media de mond snoeren om de rust in het land te herstellen. In Burundi betekent dat vooral dat de radiozenders uit de lucht gehaald werden, vertelt Adrien Trocmé van RNW Media. Alle radiozenders, behalve de staatsomroep. Van één dag naar die andere, alle radio's zijn vernietigd. Alle journalisten zijn weg, omdat er een niet geslaagd staatsgreep werd gedaan in Burundi 1 jaar geleden, de 13 mei 2015. En dus van één dag naar die andere, geen meer radio. Alleen maar de stedelijke radio, die wat minder onafhankelijk is dan hier. Dus wat doe je? Op de andere dag is nauwelijks meer mogelijk om te weten wat er speelt, wat het nieuws is. Je hoort over een aanslag bijvoorbeeld die gepleegd zou zijn en er zijn berichten over slachtoffers, over doden.
Dat hoor je via WhatsApp in Burundi. Maar daar worden geruchten vermengd met feiten. En wat er echt gebeurd is, is door niemand meer te achterhalen. Hoe ga je informatie zoeken? En dus je begint met informatie te zoeken op internet. Facebook, Twitter, WhatsApp. Voor de mensen die toegang naar internet hebben. Die zijn niet zoveel. En ook, je begint informatie te produceren. Informatie te schrijven op internet. Maar wie gaat die informatie checken? Dus je hebt heel veel, veel informatie. Maar wie bevestigt het? Wie zegt dat het goede informatie is? Dus dat is het probleem in Burundi. Ik denk dat er zijn nu sinds het begin van het conflict 900 doden. Maar op WhatsApp hebben ze gezegd misschien 1 miljoen doden. Want het zijn alleen maar informatie dat niemand heeft bevestigd. Dat is echt het probleem op WhatsApp. Bovendien staat een deel van de bevolking pal achter de regering, terwijl een ander deel daar niets van wil weten. En niet zo gek, die groepen praten niet met elkaar. Niet uit zichzelf in elk geval. Op de social network ga je informatie zoeken die het eens met jouw mening is. Die een betere beeld van jouzelf zal geven. Dus je gaat niet oppositie-mening vinden. Dus daarom bouwen we projecten met oppositie, met contradicties, met debatten, zodat mensen ze blijven niet in zijn eigen sfeer. RNW richtte daarom in Burundi een bloggersnetwerk op. Yaga heet dat. En het is gelukt om op die blog wel mensen van alle politieke kleuren met elkaar in discussie te laten gaan. En Michel Dunn, ook van RNW Media, denkt dat de jonge aankomende politici die nu nog bloggen bij Yaga zo in elk geval gewend raken aan discussie met een oppositie. Ja, als er zijn jonge politici bezig op jonge bloggers, we komen dan tegen mensen met een andere mening. Misschien gaat dat hun mind open, en dan als ze zelf nog meer macht krijgen, zijn ze meer bereid te praten met de oppositie. En dat is dan in die zin een positief sociaal verandering. Zelf houdt ze zich trouwens vooral bezig met een heel ander project. India. Love Matters. In Egypte, in China. En dat loopt in Mexico en Venezuela. In een hele reeks landen. En in Kenia en Uganda. Dus de idee achter het project is dat wij gaan werken in landen waar betrouwbare informatie over seks niet echt aanwezig is. En waar seks ook echt taboe is. Als je denkt, ja, zeker voor een land als Egypte en ons Arabisch zijt krijgt ook wel bezoekers uit andere delen van de Arabische wereld. Gewoon, er mag niet echt gepraat worden over seks in een open manier. Op Google's lijst van waar zijn de meeste zoeken op seks, Egypte is op de tweede plaats. En dat klinkt misschien nog wel grappig, dat nou juist Egypte zo hoog scoort bij het zoeken naar seks op Google. Maar ze zoeken niet naar foto's of filmpjes. Nou ja, ze zoeken wel naar filmpjes. Op onze Egyptische site hebben we een video dat gaat over the first time you have sex. Het eerste keer dat je vrije. Dat is 1,5 miljoen keer bekeken. Maar wat we merkten, is dat in Egypte mensen zijn beland bij ons omdat ze gaan zoeken op de huwelijksnacht. Omdat eerste keer seks, dat komt, het is binnen huwelijk. Weet je, dat ook als het niet is, is natuurlijk hoe mensen gaan zoeken. En binnen die zoekopdrachten waren ook heel veel woorden dat hadden te maken met angst. Dat mensen echt bang waren. Dus wij gaan dat zien en wij gaan een verhalen maken rond dat angst dat mensen hebben. Wat is die angst? Waar ben je nou bang voor? En wat kun je daaraan doen? En zo bouw je op de interesse van mensen content dat mensen willen graag hebben. En ja, je komt natuurlijk tegen dingen dat wij krijgen ook soms de meeste vreselijke vragen op onze discussion boards. Mensen, dat wordt door zijn familie misbruikt. Maar dan op de andere kant krijgen we ook op ons discussieboard. Wij hebben een vraag gehad van een jongen van, hij was een stuk 19. Hij zei, ja, ik heb seks met een 15-jarige zus. Is dat oké? Okay? Omdat dat is ook de cultuur. Mensen, het is zo gewoon. Maar dan heb je een opening om te zeggen, is het oké? Okay? Eigenlijk, denk eens daarover na. Het feit dat iemand daarover nadenkt en dat vraag stelt, maar betekent dat ze al open zijn voor verschillende meningen.
Dat is een heftig voorbeeld. En voor de meeste mensen is het misschien ook niet de manier waarop het internet hun dagelijks leven echt veranderd heeft. Wat dat betreft verschillen Afrikaanse landen toch ook weer niet zo heel erg veel van Nederland. Facebook is wel echt absoluut ontzettend populair in Afrika. Als je een internetcafé binnenloopt, in het begin zat er nog de helft naar blote vrouwen te kijken. Maar tegenwoordig is het toch echt bijna allemaal dat iedereen alleen gewoon op Facebook zit te kijken. En Facebook is daar misschien nog wel belangrijker dan hier, omdat mensen vaker verhuizen om hun geluk elders te zoeken. Jongeren ook gewoon, die gaan vaak naar verschillende scholen. Op een gegeven moment is het schoolgeld weer op. Ze gaan weer naar een andere school. Dan verhuizen ze naar de stad. Dan gaan ze bij een tante wonen. Ik bedoel, er is ontzettend veel mobiliteit die niet allemaal vrijwillig is. Meestal heeft dat toch te maken met omstandigheden. Waar kan ik het goedkoopst wonen? Waar kan ik naar school? Dus die bewegen heel veel. En voordat er mobiele telefonie was, ja, raakten die mensen elkaar ontzettend snel uit het oog. Op een gegeven moment ben ik namelijk zelf van Facebook afgegaan toen ik in Afrika woonde, omdat ik dacht, laat ik ook tijd aan nuttige dingen besteden. Want dan ben ik ook echt wel gewoon best wel contacten van Afrikaanse mensen kwijtgeraakt. Want mobiele nummers veranderen, maar je Facebook-account blijft. Net voor dit weekend publiceerde Niels Weidman, politicoloog aan de Constantis Universiteit, een onderzoek in het wetenschapsblad Science. En hij laat daarin zien dat groepen in de samenleving die weinig toegang hebben tot de politieke macht, ook weinig toegang hebben tot internet. Digitale discriminatie, zegt hij. So by digital discrimination we mean that when you look at entire countries, there are some societal groups in a country that are deprived or have reduced access to communication technology. And that's what we find in our research. So it's the innovation that we bring to the table is basically a cross-national analysis where we look inside countries and we look at systematic differences between ethnic groups in a country with respect to the internet penetration they have. En opvallend is dat die digitale discriminatie in alle landen voorkomt. I should be more precise here and say that we did not find, with the data that we have, systematic differences between developed and non-developed countries and democratic and non-democratic countries. That does not mean, from a statistical point of view, that there is no effect. Basically, from a scientific point of view, we can't draw any firm conclusions from it. And that's the only conclusion, basically, I can draw right now. Basically, we don't really know. Even though we were surprised, I should say, you're absolutely right, that we should assume that governments in non-democratic countries, for example, are much more subject to these clientelist networks, in a sense, that benefit their own group at the expense of others. And we're very surprised not to see this effect in here. Weidman had verwacht dat hij een verschil zou zien tussen arme en rijke landen, tussen dictaturen en democratieën. Maar die verschillen zijn niet terug te vinden in zijn gegevens. BNR, de nieuwe wereld. BNR, de nieuwe wereld. BNR, de nieuwe wereld. Wat als iedereen toegang zou hebben tot internet? Daar valt nog veel meer over te zeggen. En dat gaan we vast ook nog een keer doen. Misschien heb je daar ideeën over of een hele andere wat als vraag. Twitter dan even met de hashtag Nieuwe Wereld. En volgende keer in de nieuwe wereld, wat als er ook voor vliegtuigen een klimaatverdrag is? Well, you know, when you fly 3 days in this airplane, it's like a miracle. You look at the sun, you look your propellers turning. It's a fantastic feeling. It's like being in a movie of science fiction, although it's the reality of today. De nieuwe wereld wordt mede mogelijk gemaakt door ProWerners.